Zakaria, eindelijk is het zover, hè? Ja, klopt. Ik moet zeggen, het heeft ook niet heel lang geduurd. Het moment dat we een gesprek aangingen, was het al snel een akkoord bereikt, ja. Ja, dat ging op het moment dat we echt overgingen tot de contractonderhandelingen, ja, waren we er eigenlijk zo uit. En ja, dat zegt denk ik ook wel wat over Zaka, dat hij met name deze keuze op gevoel heeft gemaakt. Hij had de keuze ook om in het buitenland en veel meer geld te kunnen verdienen. En dat hij dan op gevoel en gewoon weer plezier in voetballen hier wil terugmaken, dat is top naar hem. Hoe voelt het om weer terug te zijn? Ja, het voelt vertrouwd, het voelt goed. De eerste keuze die ik maakte is natuurlijk om hier te revalideren. Omdat het hier altijd goed heeft gevoeld. En als je dan daarna gewoon een contract kan tekenen, is het alleen maar mooi, denk ik. Volgens mij heeft niet alleen Jordi jou proberen over te halen om te tekenen bij Utrecht. Want ja, Sean Kleiber, Mike van Hoorn, we zagen iedereen ongeveer proberen jou over te halen om te tekenen, volgens mij, hè? Ja, klopt natuurlijk. Ik heb altijd een goed contact gehouden met Sean Kleiber. En Mike is dan daarin nu een nieuwe teamgenoot. Maar ook met alle andere jongens heb ik gewoon een goede klik. Met de technische staf ook. Het voelde gewoon goed en het voelt voor mij dat dit de juiste keuze is. In zijn laatste contractjaar is hij natuurlijk geblesseerd geraakt, gerevalideerd. En toen hij opbelde om het einde van zijn revalidatie bij ons te doen, toen hebben we hem natuurlijk met open armen ontvangen en hem die gelegenheid gegeven. Maar daarbij wisten we ook dat hij natuurlijk ook nog de ambities had om ooit in het buitenland te spelen. Dus ja, het was spannend hoe het zou lopen, maar ik denk dat hij het juiste gevoel heeft gekregen en daarom voor ons heeft gekozen. 6 weken geleden maakten we bekend dat jij hier mee ging trainen. Hoe is dat traject toen voor jou gegaan uiteindelijk? Ook goed. Ik kon ook namelijk bij mijn voormalige club Ajax eigenlijk revalideren, maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Omdat ik altijd goed contact heb gehouden met Jordi en hij bood me, hij accepteerde eigenlijk gelijk al dat ik hier zou kunnen revalideren. En dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Want even voor de mensen thuis, hoe ver ben je in je revalidatie? Hoe fit ben je? Bijna wedstrijd fit. Op het moment dat hij het vroeg om mee te trainen, dan is het natuurlijk van beide kanten mooi. Hij kan weer een gevoel bij Utrecht krijgen en wij weer een gevoel bij hem. En ja, dat is van beide kanten gewoon heel goed bevallen. En voor ons was het natuurlijk ook heel mooi om zijn traject in die revalidatie te volgen. En ja, wij hebben er alle vertrouwen in dat hij weer op zijn oude niveau kan terugkomen. En dat hebben we van dichtbij mogen bekijken. En dat we dat dan nu vandaag tot overeenstemming zijn gekomen en dat hij ook zich echt verbindt aan ons, super mooi. Je hebt in die periode, in die 6 weken tijd, natuurlijk ook de ploeg zien spelen. Wat is je indruk van de ploeg? Positief. Heel veel positieve energie, spelen met heel veel energie. Een spits die natuurlijk, Tassos Doufikas, die natuurlijk veel scoort de laatste wedstrijden. Maar er hangt gewoon ook een positieve energie rondom de ploeg. En dat is ook wat ik op dit moment in mijn carrière zoek. Een plek waar ik gelukkig kan zijn en het positief is. De supporters moeten we bedanken, want ook degenen die bij de training kwamen, die hebben er zeker aan bijgedragen dat hij het juiste gevoel heeft weer teruggekregen. Dus nee, maar dat is super mooi om te merken hoe het leefde binnen Utrecht, binnen de supporters, maar ook binnen de spelersgroep. Iedereen die heeft hem er heel graag bij. En wat ik al zei, hij zit in het einde van zijn revalidatietraject. We moeten daar natuurlijk wel geduldig mee zijn en stap voor stap. Maar dat op het moment dat hij fit is en dat hij dan belangrijk kan zijn, dat is duidelijk. Straks weer mooie wedstrijden meemaken hier in Stadion Galgenwaard. Ook gewoon zin in? Ja, tuurlijk. Kijk, mijn hele familie is natuurlijk voor FC Utrecht. Dus dat is altijd leuk en fijn. En nu ben ik ben zelf een jongen uit de stad. En dat ik dit weer mag beleven is natuurlijk wat ik in 2017 al zei, dat ik denk dat iedere Utrechter daar dat een droom is.